Ik kan niet meer lopen, mijn beenspieren zijn echt helemaal uitgevallen. En dan weet je gewoon dat je haar voor het laatst ziet. Stad Bussum heeft ervoor gekozen om de jongeren uit het Gooi meer te gaan vertellen over de ziekte ALS. Door middel van research zijn we erachter gekomen dat meer dan de helft van de jongeren eigenlijk geen idee heeft waarom ze meedoen aan de IJsboeken Challenge. Door dit filmpje willen we jullie laten inzien wat de ziekte nou eigenlijk is. Wij zijn enorm aangeslagen door een interview met een ALS-patiënt, wat jullie straks gaan zien. Wij hopen dat het bij jullie net zo binnenkomt als dat het bij ons heeft gedaan. ALS is een zeldzame neurologische ziekte. Het ontstaat omdat de motorische zenuwcellen afsterven. Deze zenuwcellen vormen een verbinding tussen de hersenen en de spieren. Omdat de signalen niet meer goed bij de spieren aan kunnen komen, raken de spieren verslapt. Uiteindelijk raken patiënten zelfs verlamd. Okay. Ik ben Jamie, ik ben 18 jaar en in 2005 is mijn oma overleden aan ALS. Dus... Wat waren de eerste signalen toen je oma ALS kreeg? Toen we erachter kwamen was het vooral dat ze erg veel last had van haar benen. Daar begon het eigenlijk, dus ze moest al vrij snel naar een rolstoel. En daarna is het allemaal omhoog getrokken en snel op haar stem gelaagd, op haar stembanden. Wij vroegen aan Jamie hoe hij en zijn familie afscheid namen van zijn oma. Want dan komt iedereen bij elkaar en dan ga je erover praten en dan weet je gewoon dat je haar voor het laatst ziet. Dat je... En dat wel gewoon echt een enorme impact. Want dan zie je er daar zitten en iedereen is gewoon, nou ja, weet je, je ziet zo je familieleden zo hoe je ze nooit ziet. Je ziet ze echt super verdrietig en zo. Dus dat was wel, dat had wel een vrij grote impact. Mijn naam is Philippe de Lange. Ik ben 38 jaar en sinds 2010... gediagnosticeerd met ALS. Hoe kwam u erachter dat u de ziekte had? Ik was gitarist op een behoorlijk niveau. En ik was met mijn band aan het repeteren. Moet ongeveer september 2009 zijn geweest. Dat ik mijn vingers verkeerd op mijn gitaar ging neerzetten. En dat was voor mij... Een teken dat er iets aan de hand moest zijn. Want dat had ik in 20 jaar spelen nog nooit meegemaakt. Ja. Wat had het voor een impact op uw leven toen u erachter kwam dat u ALS had? Ja, in eerste instantie je wereld stort in. Zeker omdat ik geen gitaar meer kon spelen. Dat was toch mijn grootste passie. Daar liet ik heel veel voor om goed te worden, zeg maar. Ik ben de eerste maanden dat ik niet meer kon spelen in een depressie geraakt. Van mij hoefde het eigenlijk niet meer. Maar na een paar maanden op de bank te hebben doorgebracht, moest ik toch verder en... heb mezelf bij elkaar kunnen grijpen en ben ik me gaan inzetten om ALS een bekendere ziekte te maken. En daarvoor heb ik ook een stichting opgericht. Wij hebben een website waar wij al het wetenschappelijke nieuws wat er in de wereld maar te vinden is opzetten, zodat patiënten dat kunnen lezen. Tevens hebben wij ook een forum in het leven geroepen waar patiënten met elkaar van gedachten kunnen veranderen, maar ook steun kunnen vinden bij elkaar en informatie kunnen uitwisselen. En daarnaast proberen wij zoveel mogelijk geld op te halen door middel van allerlei activiteiten. Merkt u zelf dat u heel snel achteruit gaat of dat de symptomen erger worden? Ik kan niet meer lopen, mijn beenspieren zijn echt helemaal uitgevallen. En mijn arm- en handfunctie is ook dermate achteruit gegaan dat ik bij heel veel zaken hulp nodig heb. Bent u bang voor de dood? Nee, helemaal niet. Nee. We vroegen AZ-spelers Steven Berghuis en Meretz Alleweld wat zij nou eigenlijk van de IJsboeken Challenge vinden. Ik
positief als je ziet hoeveel bekende mensen in de wereld daar mee hebben gedaan. Dat we dit iets als iets heel positiefs moeten zien. المي اللي كل الناس وكل العالم وكل النجوم بدأوا يعملوها ففكرنا نعمل منها نسخة فلسطينية جينا ندور على سطل مية طبعا صعب صعب جدا يعني سطل المي بهنش على الواحد فينا يكبه لأنه بكفي أسرة تقريبا يوم كامل ضغطنا على Hoewel het natuurlijk super goed is dat er veel aandacht wordt gevraagd voor ALS, is er ook kritiek op de Ice Bucket Challenge. Er wordt namelijk schoon drinkwater mee verspild, iets dat in andere werelddelen juist schaars is. Hierdoor kan niet iedereen meedoen. Zoals je ziet in het filmpje uit Palestina. Wat vond je van het filmpje? Het benadert wel een beetje de kijk op ALS en dan zeg het idee daarvan. Maar hij heeft ook weer een punt. Ik bedoel, dat is ook weer een groot probleem dat eigenlijk niet kan. Aangezien wij hier eigenlijk zoveel water hebben tot onze beschikking en zij helemaal niks. Ze hebben daar geen eens een druppel, dus ja. Om op een positieve manier zonder waterverspilling aandacht te vragen voor ALS, heeft Stad Bussum een ALS Move bedacht. Op deze manier zetten mensen met een goede spierfunctie zich in voor mensen met een minder goede spierfunctie. Ja? Ik ben Vincent van Meij, speler van de Graafschap en ik doe mee aan de ALS Move. Het maken van deze reportage heeft heel veel indruk op ons gemaakt. We hebben er heel erg veel van geleerd. En willen graag afsluiten met deze mooie boodschap van Philip de Lange voor alle andere ALS-patiënten. Leef in het nu. Het gaat niet over het verleden, het gaat ook niet over de toekomst. Nu moet je leven. Geniet van alles wat er nu gebeurt. Heel mooi. Dankjewel. Graag gedaan.